Hoe zorgen we ervoor dat een ambulance nog sneller bij jou op de stoep staat? Dit is de Universiteit van Nederland. Jullie weten allemaal dat je in echt levensbedreigende situaties dat elke seconde telt. En het, het al dan niet de plekken zijn van een ambulance... Uh, uh, op het moment dat het echt nodig is, dat kan in het, het ergste geval het verschil maken tussen leven en dood. Nou is het zo dat in Nederland de, de kwaliteit van de ambulance dienstverlening eigenlijk heel goed is, dan in verreweg de meeste gevallen komt de ambulance op tijd, maar het is toch ook helaas nog vaak zo dat die niet op tijd komt. En nou is eigenlijk de vraag, hoe kunnen wij ervoor zorgen dat de ambulance nog vaker op tijd komt? En zo ja, en kan dat, ja of nee? De antwoord is ja, en ik ga jullie uitleggen, uh, hoe we dat kunnen doen en hoe we dat ook al deels hebben gedaan. Ik zal eerst iets vertellen over uh, wat gebeurt er eigenlijk gebeurt op het moment dat er een, een incident gebeurt. Nou, wat er dan gebeurt is: er komt een, 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 iemand meldt dat aan een incident, en er komt bij de, de alarmcentrale een melding binnen die wordt doorgezet naar een meldkamer. En in die meldkamer daar zit een centralist, dat is iemand die allerlei schermen voor zich heeft en een telefoon. En die doet de uitvraag. Dus die vraagt wat, wat zijn de symptomen, wat is er aan de hand, hoe ernstig is het. En die maakt een inschatting van hoe ernstig het is. En als het echt levensbedreigend is, dus een groot ongeluk, dan uh, noemt hij dat een A1-rit. En een A1-rit is een hele belangrijke rit. En voor A1-ritten geldt dat binnen 15 minuten moet een ambulance ter plekke zijn. Er zijn ook ritten die minder belangrijk zijn. Bijvoorbeeld, hè, als je op zaterdagmiddag met voetbal je been breekt, hartstikke vervelend. Maar dat zou je eerder een A2-rit noemen. En in die gevallen is het niet echt levensbedreigend. Moet de ambulance binnen 30 minuten ter plekke zijn? Dus die classificatie wordt gemaakt A1-A2. Om je een idee te geven: in Nederland zijn er ongeveer 1 miljoen meldingen per jaar. En daarvan wordt ongeveer de helft als A1, dus echt belangrijk geclassificeerd. En in Nederland is het zo dat. Uh, ongeveer, dus gemiddeld genomen, 93% van de ambulances binnen die 15 minuten norm uh, uh, aankomt. Dat is een heel hoog cijfer. Uh, maar dat betekent ook dat in ongeveer 35.000 gevallen de ambulance niet binnen 15 minuten plek is. En de vraag is eigenlijk, van hoe kunnen we dit eventueel slimmer doen? Hoe kunnen we dat percentage, het aantal keren dat een ambulance te laat komt, reduceren? Ja, zonder dat het natuurlijk al te veel geld kost. We willen ook weer niet al te veel betalen. Laten we nog eens even kijken wat er gebeurt als er een melding binnenkomt. He, er gebeurt een incident, ofwel bij jou thuis of ergens op de weg. Uh, iemand belt 112, bij de centrale komt er een bericht binnen, de meldkamercentralist doet de uitvraag en die maakt er een A1 of een A2 rit van. Dan gaat de wagen, gaat een ambulancewagen rijden met, met loeien de Sirenes meestal naar de plek waar, die, waar het nodig is. En de eerste hulp, en dat is natuurlijk het belangrijkste, wordt op dat moment uh, gedaan. Nou, is die eerste hulpperiode voorbij? Dan wordt in de meeste gevallen de patiënt naar het ziekenhuis gebracht. Um, en daarna, op het moment dat de patiënt is overgedragen aan het ziekenhuis, gaat meestal de ambulance weer terug naar zijn vaste garage. En dat is precies een van de, van de vragen: van, is dat nou eigenlijk wel zo slim? Is het wel zo slim dat je altijd naar dezelfde garage teruggaat? Of kan je bijvoorbeeld zeggen: nee, we kunnen misschien beter een beweging maken naar een andere plek waar het misschien. Belangrijker is dat een wagen daar is. En je kunt dus veel beter doen. En dat concept waarmee je dat veel beter kunt doen, dat heet dynamisch ambulance management. En de essentie van dynamisch ambulance management is dat je niet altijd teruggaat naar dezelfde garage, maar dat je af en toe proactieve relocaties doet. Dus bewegingen waarbij je een ambulance op een plek neerzet waar je verwacht dat een ongeluk zou kunnen gebeuren. Ja, dus waar, waar de bedekking. Maar het belangrijker is dat hij daarheen gaat. Ik zal, ik zal het illustreren aan de hand van een voorbeeld. Dat maakt het wel duidelijk. We hebben hier een voorbeeld van de provincie Flevoland. Uh, de grootste stad van Flevoland is Almere. Hè? Daar heb je de meeste voertuigen. Lelystad is ook een grote stad. Stel, er gebeurt een ongeluk bij Almere. Nou, wat er dan gebeurt, en dit is een speelgoedvoorbeeldje: hè? dan moet het voertuig wat in Zeewolde staat, die. Moet alvast gaan bewegen richting Almere. Waarom is dat zo? Almere is een grote stad. Dan heb je een groot, relatief grote waarschijnlijkheid dat daar het volgende incident ook gaat plaatsvinden. En dat zou betekenen dat ladies, Almere niet meer bedekt is. Dus de wagen vanuit Zeewolde moet alvast richting Almere bewegen, voor het geval dat het volgende incident ook in Almere plaatsvindt. Dat is een proactieve relocatie. Nou, in dit voorbeeld is dat inderdaad zo. We hebben het voorbeeld natuurlijk zo geconstrueerd. De wagen, tweede ongeluk, gebeurt ook in Almere. En de wagen van Zee -Wolde gaat helemaal naar Almere toe. Gaan we even verder kijken in Lelystad. Ja, Lelystad heeft op dit moment in het voorbeeld één wagen. Lelystad is een relatief grote stad. Op het moment dat daar een incident gebeurt, en dat gebeurt natuurlijk hier, moeten de bewegingen plaatsvinden. Er moet in, in dit voorbeeld een wagen van dronten. Moet zo snel mogelijk naar Lelystad, omdat Lelystad niet meer bedekt is en een relatief grote stad is. En op het moment dat de wagen van Dronten binnen de 15-minuten-straal komt van Lelystad, gaat er een wagen van Urk naar Dronten om Dronten weer op te, uh, af te dekken. En dit illustreert, en je zult het gevoel ook wel krijgen als je dit hoort, denk je: ja, je bent ontzettend veel aan het bewegen. Nou, vanuit de praktijk uh, uh, zijn mensen best bereid dit te doen, maar er zijn natuurlijk wel wat voorwaarden. Niemand wil de hele dag rond worden gestuurd. Voorwaarden zijn in eerste plaats niet te veel extra ritten. Dat is niet alleen veel extra kilometers, maar dat willen mensen gewoon niet. Het tweede, voorbeeld is, het tweede voorwaarde is dat uh, niemand wil gestuurd worden naar allerlei afgelegen locaties. Als jij op een regenachtige zondagmiddag ergens midden in een weiland moet staan omdat je baas zegt dat de bedekking daar goed is, dat is iets wat mensen niet willen. He, je wil ook televisie en een koffiezetapparaat uh, in de buurt hebben. Dat zijn hele belangrijke dingen voor de acceptatie. En het laatste, wat misschien wel het belangrijkste is. Is dat het ook alleen maar acceptabel is als het ook echt beter is? Als je zegt, we doen al 30 jaar lang dit op een goede manier. en dit nieuwe dynamisch ambulance management gaat helemaal niet beter. dan is dat helemaal niet zinvol. Dus voor de acceptatie zijn een aantal randvoorwaarden. Nou, wat wij gedaan hebben samen met de Technische Universiteit Delft. wij hebben wiskundige modellen ontwikkeld. voor de optimale verschuivingen. En die modellen houden rekening met allerlei factoren. Wat gaat er bijvoorbeeld in zo'n model. Daar zit bijvoorbeeld in um, een soort voorspelling van de vraag. Waar wonen en werken mensen? Ja, daar heb je een verhoogde kans dat er incidenten gebeuren. Hè? Dus een soort voorspelling van de vraag gaat in het model. Daarnaast heb je bijvoorbeeld een afstandenmatrix van hoe lang doe je erover om van A naar B te rijden. En daar kan je ook zelfs real-time verkeersinformatie in stoppen. Hè? Dus file-informatie, zelfs voorspellingen van files kun je daarin doen. Nou, deze modellen. Die rekenen met dit soort inputgegevens. En die berekenen af en toe. Die zeggen af en toe: Van jij moet, deze wagen moet nu naar een andere plek toe. Dus af en toe komt er een soort van pijltje in het scherm. Um, wat een relocatie voorschrijft. En wat de vraag is dan: van, ja, Hoe vaak moet je eigenlijk bewegen? Hoe effectief is het nou eigenlijk als je gaat bewegen? Nou, daar hebben wij uh, onderzoek naar gedaan. En het grafiekje wat hier op de, op, de, op de achtergrond staat, daar staat op de x-as het aantal verplaatsingen per dag. En op de y-as het aantal keren zeg maar, hè, dat je te laat komt. En wat dit plaatje zegt is natuurlijk hoe meer bereidheid je hebt om te verplaatsen, dus hoe meer verplaatsingen, hoe beter de prestatie wordt, dus hoe minder vaart je te laat komt. Maar wat nog belangrijker is, is dat je ziet aan de linkerkant, vlak bij die nul, gaat die curve heel stijl naar beneden. En dat wil dus zeggen, dus als jij ook maar bereid bent een paar relocaties te doen, dan pak je de grootste winst al, ten opzichte van dat je dat niet doet. Ja, gewoon Nederlands zou je kunnen zeggen, de eerste klap is een daalder waard. Als jij bereid bent een paar relocaties te doen, dan pak je al de grootste winst die je te behalen valt. Maar je moet natuurlijk wel de juiste relocaties dan hebben. Maar dit is belangrijke informatie. Je hoeft dus niet de hele dag rond te rijden om een goede prestatie te halen. We hebben dit gestopt in een tool. En dat tool dat laat zien. Uh, wat, hoe het in de meldkamer draait. Ja, dus Dit is ook een stukje Flevoland. Dit ziet dus de centralist voor zich. En je ziet hier, het gaat wat versneld. Je ziet hier af en toe een pijl in het scherm ver, uh, verschijnen. Waardoor de centralist op een gegeven moment kan zeggen: Deze wagen moet nu daar naartoe. En dat is dus een advies over de optimale relocaties. Dan kan je ook nog daarbij zeggen: Ja, hoe belangrijk is het nou? En daar krijg je bijvoorbeeld de issue van hoe dik moet zo'n pijl zijn. Je kan je voorstellen dat je zegt. In sommige gevallen moet je het doen, je wil er niet eens over praten. In andere gevallen zeg je nou, het is wel goed als je het doet, maar als het niet doet, is het ook niet erg. Want mensen willen ook altijd zelf de autonomie houden. Mensen willen zelf beslissen en niet de computer laten beslissen. Dus dat doen wij dan met de dikte van de pijlen. Dan even de menselijke kant van het gebeuren. Wij hebben deze tool in een pilot samen met de GGD Flevoland. Uh, gewoon in de praktijk uitgetest. En wat je dan ziet is dat ja, de werkelijkheid is vaak weer is dan modellen. En we hebben daar een hele hoop van geleerd. En de modellen ook aangepast om beter aan te sluiten bij de praktijk. Eén van de voorbeelden is dat aan het begin van de pilot, uh, uh, er waren wat klachten over, er waren eigenlijk wel heel veel bewegingen. Ja, dat vinden mensen niet fijn. We hebben vervolgens gezegd, oké, okay, dan, dan draaien we de knop, zetten we op wat minder bewegingen, dus we doen alleen maar bewegingen wanneer het echt nodig is. Een tweede is dat men bleek dat aan het einde van een dienstwissel, dus als, een persoon, als iemand van de, van de ambulancedienst bijna klaar is met zijn dienst, zeg maar over vijf minuten, dan wil je er niet meer voor een beweging naar de andere kant van de regio sturen. Dat waren ook klachten. Dat hebben we vervolgens ook in de modellen meegenomen, waardoor je eh, eigenlijk veel betere acceptatie krijgt door de mensen in de meldkamer. Nou, wat, hoe, hoe zit het nou met de resultaten? In de eerste plaats eh, het aantal rijtijdoverschrijdingen. Is aanzienlijk gereduceerd. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Maar wat eigenlijk min, minstens zo belangrijk is, is ook de acceptatie onder het personeel. He, dus de, in, in het begin waren er dus wat klachten enzovoorts, maar nu zien we gewoon dat de centralisten zeggen: Ja, dat is eigenlijk een heel bruikbaar tool. En we vertrouwen, dit ding doet wat we inderdaad gevoelsmatig ook zouden kunnen doen. En het ontlast dus ook de centralisten. Dus nu is het gewoon geaccepteerd. Dat is een heel bruikbaar tool, waarmee dus nogmaals het aantal rijtijdoverschrijdingen daadwerkelijk gereduceerd wordt. Dan krijg je natuurlijk de vraag: ja, kun je er niet 100% halen? Ja, dat wil iedereen natuurlijk. De ambulance moet nooit te laat komen. Eh, nou, dat kan je niet halen. Je kan wel heel dichtbij de 100% komen. Waarom kan je niet 100% halen? Nou, er zijn altijd situaties waarin de ambulance, als het bijvoorbeeld weet ik, zo midden in een bos is waar niemand in de buurt kan komen, dat je gewoon nooit die norm kan halen van 15 minuten. Maar je kan wel heel dichtbij de 100% komen, alleen dat kost geld. Je kan je voorstellen. Dat als, jij heel veel, als jij op elke hoek van de straat een ambulancevoertuig neerzet, dat de prestatie dan hartstikke goed zal zijn. Ja, maar daar hangt natuurlijk een prijskaartje aan, zoveel is duidelijk. Hoeveel ben jij bereid te betalen voor extra ambulancekwaliteit? Ja, dus daar krijg je politieke keuzes over prioriteiten. Uh, ja, die zijn lastig voor ons te maken. Maar dus, je kunt een heel eind komen, maar dit zijn echt politieke keuzes. Nou, zijn wij tijdens dit ambulanceproject benaderd door allerlei andere partijen die zeggen: "Hey, wij hebben eigenlijk dezelfde soort problemen." Bijvoorbeeld de brandweer. "Wat zijn optimale locaties van kazernes?" Ja, is het niet zo dat je kazernes misschien beter op andere plekken kan zetten? Steden groeien en dat zijn, zijn nieuwe woonwijken. Op een gegeven moment is een kazerne niet meer op de optimale locatie. Wij werken met een aantal brandweerdiensten samen waarin we echt optimalisaties doen van kazernelocaties. We werken ook samen met gevallen dat de brandweer zegt, stel je hebt een heel groot incident waar tien brandweervoertuigen heen moeten. Op dat moment is het achterliggende gebied niet meer goed bedekt. Dan kan je net als bij ambulances bepaalde proactieve verschuivingen van brandweervoertuigen doen om die bedekking toch nog heel goed te houden. Een ander voorbeeld is politie. Denk bijvoorbeeld aan woninginbraken. Die, net als ambulance incidenten, die komen voor op soort van random locaties. Waar moet je nou je politieagenten neer, nou, neerzetten? is een beetje een raar woord, maar waar moet je, je, je de locaties van de politieagenten eh, optimaliseren? Zodanig dat als er ergens een woninginbraak is, dat de politie heel snel ter plekke kan zijn. Zelfde verhaal. Anders verhaal: wegenwacht. He, ook daar incidenten gebeuren op random locaties, jouw auto gaat kapot, je wil niet te lang moeten wachten. Wat voor ons het leuke is als wetenschappers, is dat hetzelfde soort modellen, dus in allerlei verschillende toepassingsdomeinen uh, gebruikt gaat worden. En dat maakt, denk ik, de wiskunde erg vrij. Hè? De wiskunde abstraheert van de precieze toepassing en is daardoor ook in allerlei gebieden heel goed toepasbaar. Conclusie: even terugkomend op het ambulanceverhaal. Hè? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat die ambulances nog sneller te plaatsen zijn? Het antwoord is: dynamisch ambulancemanagement. En wiskundige modellen voor het uitrekenen van de optimale beweging.